Ik was blij verrast toen ik de voor het K voor het eerst zag. Ik vond de vormen vond ik heel erg mooi. Het formaat, het is gewoon heel compact. Maar ze zijn in het ontwerp naar mijn idee heel erg geslaagd. Het is een combinatie van een stijlvolle auto die op een jonge manier, op een frisse manier is ontworpen. Daarom vond ik het ook heel erg leuk om dan met deze auto juist dat avontuur aan te gaan. De dingen die me opvielen qua design waren de vormen. Er zitten gewoon hele mooie organische vormen in en ook geometrische vormen. En daar ben ik sowieso altijd wel heel erg in geïnteresseerd. In mijn droomwereld zou ik het heel erg leuk vinden op een gegeven moment dat je gewoon de auto kan aanschaffen die je wil hebben. Maar dat je dus uit een heel breed scala van auto's kan kiezen. Dus dat je in principe gewoon eigenlijk een vergroting krijgt van je klerenkast. En dat is dan waar al je auto's staan. Dus geen garage of zo. Dat is allemaal niet. Dan krijg je een heel verkeerd beeld. Dus ja, het is gewoon een vergrote klerenkast. En zo staan ze ook gewoon bovenop elkaar zo. En dan kies je gewoon en druk je op A16. En dan komt gewoon die auto eruit die bij jouw outfit past. Dat is volgens mij waar we naartoe gaan.